El Speculador, dat is mijn alter ego. Hans Disma is in de house, fantastisch. JH, waarschijnlijk Jan Honning en Kees de Ruiter. Welkom, heren. En misschien dat er nog iemand anders binnenkomt, maar goed, dat zullen we zien. We nemen het webinar uiteraard op en als er vragen zijn, feel free om die ook te poneren. En ik zal even de whiteboard bijpakken. En ik probeer het ook een beetje in te gaan typen. Maar dat was op een of andere manier niet goed, denk ik. Ja, whiteboard. Heeft iemand suggesties om te behandelen vandaag? Ik wil graag vandaag het hebben over selecteren van coins. Hoe kun je ook een mooi portefeuille opbouwen in de loop der tijd. Dus anyone suggestions? Feel free om die even te droppen in de chatvenster. Als iemand ook een microfoon ter hand wil nemen, dat kan natuurlijk. Ah, oké, precies. Nou, wat ik ook heb gemerkt afgelopen tijden, maanden, jaren misschien, is wel dat er mensen waren die zeiden, ja, hoe moet ik nou een coin selecteren? Hoe moet ik coins selecteren en hoe doe je dat met de timing? Nou, we hebben gemerkt dat dat timing natuurlijk heel moeilijk is. Zeker met voorspellingen en dat soort dingen. Zeker als het de toekomst betreft. Dat is wat minder. Omdat je natuurlijk nooit weet wat er gaat gebeuren als je op een hoog niveau koopt. Het zakt, dan heb je verlies. Maar ja, koop je niet, gaat het omhoog, heb je weer een rit gemist. Nou, ik zie ook Ibrahim binnenwandelen, fantastisch. Geef niet Ibrahim, Hans die zegt BTC-opties in huidige tijd. Natuurlijk, dat is altijd een leuke suggestie. En Ibrahim, als je ook een suggestie hebt, graag. Ik stak van wal met betrekking tot het samenstellen van het portfolio. Wat ik ook vanaf september gauw wil doen, is een drietal portefeuilles samenstellen. Eén is een soort hodl portefeuille. Daarbij kunnen we brainstormen wat voor core zou je daarin moeten zetten. Dan kun je bijvoorbeeld voor $100 per positie inzetten. En dan periodiek of dan één keer per week of twee keer per week. Of twee keer per maand of drie keer per maand uitbreiden is. Nou, dan kun je met een coin 5 tot 10 kun je daar wel mee aan de slag. Nou, het tweede portefeuille is dan een soort dollar cost averaging portefeuille, waarbij je zegt, nou, ik ga $50 in positie zetten, ook weer verdeeld over 5 tot 10 coins. Niet in één keer, maar gestaffeld. En dat je op een periodieke basis daar een toevoeging gaat doen. En de derde portefeuille, dat is een crypto trading, swing trading portefeuille, waarbij we dus met altcoins aan de slag gaan voor korte ritten. En dat is dan ook een derde portefeuille. Dat zijn drie, naar mijn idee, gewoon duidelijk afgebakende portefeuilles. En dat zullen we dan ook in de markt zetten als zijnde, subscriptions, zeg maar €9,97 per maand. Dus hold portefeuille. De dollar cost average portefeuille is dan zeg maar €27. En dan is de hodl plus de dollar cost averaging. En de derde portefeuille, dus die swing trading, zeg maar €47, inclusief de voorgaande twee. En uiteraard, uiteraard is het zo dat je op die manier heel goed portefeuille kunt samenstellen. Nou, en uiteraard de premiumleden van zoals jullie krijgen die service natuurlijk erbij, omdat je ook al betaalt ervoor. En natuurlijk, je kunt ook BTC's handelen met opties. Hè. Dat doen we ook, Hans, inderdaad. En dan kun je dus zeggen, nou weet je wat, ik wil een positie innemen in een BTC. Hoewel je weliswaar deribit fund met BTC's, dat je met geschreven puts op een bepaald niveau wel BTC's collect. Hè. Dan schrijf je putjes 9000 of 8000. En dan kun je daarmee ook een soort basispositie opbouwen. Dus misschien is het een idee, Hans, inderdaad, kijken straks op Deribit welke opties interessant zijn om daarop in te spelen. Maar het punt is dat we hebben ook gemerkt dat met het crypto traden. En kijk, het is een goede Hans om dat te weten. En heb je ook succes mee al met die posities? Ah, kijk.
Het is ook heel goed als je dus elke week een positie inneemt. Je hebt met dieren natuurlijk weekopties of elke maand positie inneemt, kun je dat gewoon doen. Maar onze ervaring is dat crypto is een niche en opties op Bitcoin of op Ethereum, dat is weer een niche in een kwadraat eigenlijk. En eigenlijk is dat Bitcoin opties en futures op de crypto's. Ja, dat is dan, ik zou even zeggen, crypto steroids. Maar goed, om dat af te bakenen, kijk die Option Pro, dat staat er natuurlijk. Maar we hebben gemerkt dat heel veel mensen, ja, sowieso, crypto is een moeilijk verhaal is. Wat is dat? Er zijn meer dan 2000 coins. Hoe kun je daarop inspelen? Nou, ik wil deze sessie even benutten. Tweeërlei dingen. Enerzijds om te kijken welke coins kunnen in zo'n core portfolio inzetten. Die zijn natuurlijk de eerste die daar mee in aanraking komen. En overigens, ik heb een lijst met 15 exchanges. Dus het is niet zo dat je net als bij Bink of Lynx of Maxum één account hebt. Met sommige coins kun je bij een exchange wel handelen, andere niet. En misschien is het een idee om dat om op die manier over te laten zien. Ik heb ook een paar weken geleden een link doorgestuurd naar Google Sheets, waarbij je dus als deelnemer kunt kijken naar de posities. Nou, ga even kijken naar een scherm delen. Desktop sharing. En dan ga ik even naar de altcoins. Nou, dan heb je dus ook nu gezien dat de Bitcoin die stuiterde op en neer. We hebben een behoorlijke dip gehad de afgelopen dagen. Ver onder de 10.000. En nu krabbelt het wat op. Ethereum ook ver onder de $200. En Ripple XRP $26. Dus toch wel valt wel een beetje tegen XRP dat het zo hard is gedaald. Maar dat is niettemin. Ik weet niet of jullie mijn scherm kunnen zien. Anders zet ik hem ietsjes groter. Op 125%. Dus voor blinden en slechtzienden ook beter zichtbaar dan. Ook voor mezelf, voor jullie. En dan zet ik even de chatvenster ook open. Wat is er de idee? Nou, ik heb aangegeven dat jullie dat we met drietal portefeuilles aan de slag gaan. Dat betekent dus de HODL portefeuille, lange termijn, DCA, dollar cost averaging portefeuille en swing trade portefeuille. Dat zijn de drie core posities. En ik heb bijvoorbeeld aangegeven, kijk, dan kun je zeggen, nou, bij de HODL positie kun je zeggen, ik doe voor $100 een bepaalde coin. Stop loss. Je kunt hier zeggen 25%, 30% of 40%. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik zou zeggen met een HODL-portefeuille voor iets lange termijn. Nou, pak die op bijvoorbeeld 30%. Nou, 70% is dan 100 minus 30. Nou, stel dat je bij deze positie kunt zeggen, nou weet je wat, ik ga voor $100. Ga ik een positie nemen in de BTC? Ik reken alles wel uit in dollars. Dat is misschien makkelijk om te kijken. Dat is dan dat je bijvoorbeeld 10.180. Dat je voor 0,0098, nou, rondaf 0,01, dat je daar de basispositie op inneemt. 0,01. Nou, dan zeg je hier bijvoorbeeld BTC, total amounts. Dat wordt dan 0,01 BTC. Buying price is dan dat was 10.000. Dan zijn we 10.500. De current price is dan ook 10.500 aanschafprijs. Nou, dan zie je dus dat het resultaat, dat wordt allemaal automatisch uitgerekend. Unrealized result is 0. Result percentage is ook 0 natuurlijk. Invested is dan $105. Exchange is wel goed om neer te zetten van of je dat bij Deribit hebt staan of een andere exchange. En daar staat dan ook bij van ja, welke exchange die positie hebt ingenomen. Nou, dan kun je zeggen ik heb hier bijvoorbeeld een stop loss, wordt automatisch uitgerekend. Dat is hier
D14 maal C3. C3 is namelijk 70%. Op die waarde, dan moet die coin eruit. Nou, ik vind op zich 70% voor een hodl positie wel prima. Dat betekent dat we dus een stop loss aanhouden van 7350. Die staat dan ook hard erin. Die moet je ook respecteren, vind ik. Anders moet je geen stop loss in zetten. Nou, dan kun je voor jezelf zeggen, ik doe een take profit. Hè? Dat als je dan bijvoorbeeld zegt, dat is een reminder. K14 is dan een reminder. Als je bijvoorbeeld 14.000 aantikt, dan wil ik een deel winst nemen. En op 18.000 nog een keer. Nou, als die waarden worden aangetikt, dan kun je zeggen, ik ga een deel eruit gooien. Bijvoorbeeld met een helft, of een kwart, of een derde. Maar dan gaan we zelf weten. Dit is ook een interessante position value. Dat betekent dat de waarde van de positie nu dan $105 is. En bij de, dit is een belangrijk ding. Dat is namelijk bij realized profit. Als je een positie hebt gesloten, dat je dan zegt, nou, ik heb voor $100 winst genomen of $50, dat je die hierin zet. Want die telt hij dan door bij de total realized profits en realized loss. En dan zet je ook de gerealiseerde verlies in en dan totaliseert hij dat. Nou, wat is het idee? Ik wil namelijk ook naast de BTC, wil ik even met jullie meedenken ook. Ik vind het sowieso in de top 5 natuurlijk. BTC moet erin voorkomen voor lange termijn portefeuille. Ethereum. Dan pakken we ook uiteraard XRP in. En wat is een interessante nog meer voor de lange termijn? Nou, ik vind een privacy coin interessant. Ik had gisteren Monero had ik gedaan. Monero vind ik een interessante om erbij te zetten. XMR. En misschien hebben jullie een andere voor de lange termijn, zeg maar. Een hodl portefeuille om die samen te stellen. Dus je hebt 2, 4, 5. Ik wilde graag nog 2 of 3. Als je nog een idee hebben. Misschien dat de Litecoin een idee is. Maar goed, dat is een kleine broer van BTC. Ravencoin. Ravencoin, dat is een kleinere coin. Dat is aardig om daarnaar te kijken. Hodlpositie. Die wil ook... Dit is insert above. Dan wil ik ook EVT, every token, zet ik er ook even in voor de lange termijn. XLM is Stellar. Dat is ook een mooie. Hans Disma zegt, welk platform zit je te kijken? Dit is niks anders dan Google Sheets. En daar heb je ook al een toegang tot gekregen om hiernaar te kijken. Waarbij je de posities in kunt zien. Ik kom straks op het einde, laatste kwartier... 20 minuten ga ik Dirbit nog even bij langs. Dus je mag blijven zitten. Hans, maar als je even wat hond wil uitlaten, zo, dan kan dat. Om 21:30 dan ga ik Dirbit erbij pakken. Maar ik wil eerst even met jullie die 3 portefeuilles ook inzetten. BTC, dus 1. Ethereum, XRP natuurlijk. Ik heb bijna verlies in Bitcoin Cash, jullie gezegd. Bitcoin, Stellar. Dash, Chainlink, Tezos, NIO. NIO, dat is een soort tweede Chinese... of Chinese tweede Ethereum is dit. Dus vind ik wel een interessante. Dus pak ik ook even NIO erbij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, daar hebben we meer dan zat... om daar de komende tijd mee aan de slag. Nou, hoe gaat het in de praktijk dan weer? Gaan kijken. Als we nou gaan kijken naar Ethereum. Noteert bijvoorbeeld 185 gemakshalve. Dan zeg je, nou, je gooit wat $100 er tegenaan. Dan betekent dus dat je zeg maar een half eten, 0,45 ETC, ETA erin zet. ETH. Ethereum.
Ethereum. Nou, dan ga ik weer zeggen, ik ga hier 0,54. Buy prijs 185. Current prijs ook 185. En zetten we deze ook erin. Kijk, die regel. Die plaatsen we ook even erin. Stoploss. Zo. Buy prijs 85. 185. 185. Nou, je ziet ook dat het resultaat nu natuurlijk 0 is. 0%. Geïnvesteerd $99,9. Nou, desnoods doe je dat bij Coinbase Pro, ik noem maar wat. Stoploss heeft nog niet ingevuld, zie ik. Maar dat is nou namelijk de koers. Maal 70% deze. Nou, dan zie je dus dat de koers is dan. De koers. Maal 70%. Nou, dan zie je dat de 129,5. Daar knikken we gewoon de positie eruit. Nou, feel free. Ik vind 30% wel een aardige. Je kunt ook zeggen 25% stoploss is wel prima. Ja. Ja, je kunt inderdaad bij een hordeportefeuille natuurlijk wel een percentage aanhouden. Dat je zeg 50% BTC, 20% Ethereum. Maar dat, is, dat kan. Dat is een overweging waard. Dus dat je gewoon een deel positie hebt. Maar je wil eigenlijk, omdat het anders niet opschiet, dat je gewoon per $100 gewoon posities inzet. En die gewoon gelijkmatig aanhoudt. En je kunt natuurlijk wel af en toe winst nemen. Maar dit is meer ook voor beleggers die lange termijn willen beleggen. Nou, dit wordt dan ook verder uitgewerkt. De hordeportefeuille. Er wordt dan wekelijks posities worden ingezet. Nou, de dollar cost averaging posities. Zelfde laak en pak. We hebben een aanzetje gegeven. Dit is een leuke. Dat hier, dat is bijvoorbeeld een positie van $50. Dat kun je ook bijvoorbeeld weekly doen. Daar pakken we ook een aantal portefeuilles voor, posities voor. En die kunnen bijvoorbeeld afwijken van de lange termijn portefeuille. Dat je iets speculatiever doet, dat kan. Maar ik vind het op zich wel aardig om die hordeposities, die coins ook hierbij te plakken. En omdat er iets kleine posities zijn, dat we daar in de top 10... top 20 bij kunnen zetten. Dus dat is een aardige inderdaad. Dus hier bij die dollar cost average portfolio zou ik wel een binnen de top 50 andere interessante coins willen plaatsen. En misschien is het wel leuk om bij zo'n dollar cost average portfolio ook coins te pakken met weinig met lage koers. Dan kun je natuurlijk meer inzetten. En ja, sommigen zeggen bijvoorbeeld IOTA, dat is een zeg maar shitcoin. Ja, voor wat het waard is natuurlijk, maar het is 19e, staan ze wel in CoinMarketCap, dus dat is mooi. IOTA kun je bijvoorbeeld pakken op $24, dat is een aardige. NEM is ook een aardige. Dat is IOTA. NEM. IOTA, dat is dan Ontology, dat is ook een aardige. Een paar keer voorbij zien komen. ONT. Nou, we willen graag nog twee coins die we dan kunnen onderzoeken om die ook voor die dollar cost averaging bij te voegen. En misschien dat VeChain ook wel interessant is op dit moment nog steeds, omdat het meer in de supply management zit. En die heeft zich ook wel bewezen. Die noteert nu $0,14. Dus dat is VeChain. VET. Oké.
En die andere. Basic Attention Token, BAT, vind ik wel een interessante. BAT. Bet. Nou, daar hebben we op zich wel aardig wat coins nu. Nou, dezelfde XVG Verge. Dat is ook een aardige, inderdaad. Zet ik die ook even bij. XVG is Verge. En BAT, Sam. Nou, we hebben bijvoorbeeld een positie ingenomen van afgelopen... Even kijken hoor, afgelopen... Wanneer was dat? Gisteren, eergisteren. Ethereum staat 2,1291, zie ik. Nu is het natuurlijk wat lager. 185. Gezondheid. Dan heb je hier voor 0,235 Ethereum. Dan kun je zeggen, nou, je gooit nog... $50 in het vet, nou dat kan. Dan heb je, doordat je dus gestaffeld inslaat, dan kun je dat aankoopprijs middelen. Maar hier geldt ook weer voor dat we een stop-loss percentage hebben van hier 25%, iets strakker. Dus dat is een aardige. Als we hier bijvoorbeeld gaan kijken, Ethereum, zetten we die erin. Volgende regel. En zo hoef je dus minder te kijken naar de exacte timing. Dat doe je bijvoorbeeld met die swing trading portefeuille. Dat is aardig om daar iets mee te doen. En pak je nu bijvoorbeeld 0,27 ETH. Nou, dan heb je hier dus op dit moment 185 heb je dan geen, kijk, geen resultaat nog natuurlijk. Maar je ziet het dus bij die 1 hebben we $6,5. Heb je de verlies en nu 0. Nou, stel dat het dan weer naar 200 gaat. Kijk, dan heb je per saldo nog een winst. Natuurlijk is het zo, als een coin blijft zakken, het gaat naar 0. Dan heb je een uitdaging. Dan kun je middelen wat je wilt. Nou, wat ook zo is, Nico Bakker zei ooit van bijmiddelen. Dat is ook iets alsof je in een bootje zit in een oceaan. En je ziet opeens dat je natte voeten hebt. Je ziet dat er een gat in de bodem zit. Je draait je om en je boort nog een gat in de bodem. En dat is een bijmiddelen. En dan ga je het naar beneden. Maar dit is, moet ik zo maar zeggen, dollar cost everything met visie. Want je pakt ook een aantal coins erbij. Ethereum, XRP, XMR. Die kun je gewoon ook bijpakken. Nou, ik vind, als u bijvoorbeeld gaat kijken naar Ripple... XRP. Wat trouwens wel een beetje tegenvalt dat het weer naar beneden is gehuggeld gisteren ook. En dat is ander als. Maar goed, als je daar gewoon fiducie in hebt voor lange termijn. En dat is, Kees Ruijs is natuurlijk geen, is een publiek geheim. Die gaat ook door in Nederland als Mr. Ripple door het leven. En ik ben razend benieuwd naar zijn ervaring en zijn, hoe heet dat, zijn... visie morgen bij de borrel op de base. Over nieuwe ontwikkelingen bij XRP. Ik heb wel het idee dat ze flink aan de weg aan het timmeren zijn. En dus dat is een goed teken. Dus met andere woorden, als je nou beperkt tot top 10, top 20 en coins. Top 50 eventueel. Dan dat je de rommel gewoon een beetje uitfiltert. Nou, dan kun je bijvoorbeeld bij... hier heb je bijvoorbeeld een grafiek van XRP. En dan zie je dus dat hij zelfs een nieuwe low heeft ingeprikt sinds vorig jaar, september. Dat is echt waanzinnig slecht, want al die andere als zijn omhoog. En deze op de bodem. Maar goed, je kunt er ook positief zien dat mits natuurlijk het business case goed is en hun propositie is nog steeds valide. Ze hebben een goede business. En nou, dan kun je ook zeggen, nou weet je wat, ik ga elke week, elke twee weken, elke drie weken wat bijkopen. Een bepaald percentage van je portefeuille of een bedrag. En want ja, voor hetzelfde geld vliegt hij gewoon een keer weer naar de drie. Dat weet je niet. Het moet natuurlijk geen pleitercoin zijn, dat is wel zo. Maar dit is wel een idee om hier iets mee te doen.
Nou, en tot slot wil ik dus de swing trading portefeuille gaan toelichten. En de swing trading portefeuille, dat zijn ook trouwens van $50. Heeft ook misschien $25 als je meer positie wil innemen. En die kun je dus ook invoegen gedurende periode. En daarbij zou ik ook gewoon zeggen, pak gewoon een top 50. Dat is mijn idee. LSK, Lisk, bijvoorbeeld. Dat heb ik gisteren als crypto trade van de week gedaan. Of altcoin van de dag. $1.14. Ook Lisk tussen $1 en $1.14 heb je daar gewoon mooie portefeuille. En het mooiste is, je kunt via Coinmerse handelen. Lightbit of andere exchanges, waarbij je dus de positie kunt innemen, ook lange termijn kunt aanhouden. En met Coinbase kun je ook wel mooi heen en weer handelen, alleen ben je wel met 2-3% aan transactiekosten natuurlijk kwijt, dus moet je niet zoveel doen. Dus daarom kun je ook zeggen, ik ga meer in exchanges zoals Binance, even kijken, Binance, Bittrex en dat soort exchanges gaan handelen. Hier voeg ik ook even een aantal dingen toe. Dus naast de topcoins die we net hebben gehad. Naast BAT, XVG. Ik zag ook Beam volgens mij. Beam, dat is ook een aardige om naar te kijken. Die wil ik even bijzetten. Die moet ik er zeker bij zetten. Above. Zo. Nou, Beam. En als we nou naar Beam gaan, op CoinMarketCap. Beam. Die staat op $1.06. Nou, dan nemen ze wat 50 stukjes op. Dat is ook wel prima natuurlijk. Rank 117. Een market van 33,6 miljoen. Nou, dat is wel prima. Kijk, die heeft ook behoorlijk fluctuatie laten zien. Even kijken of ik hier een grafiek van heb. Dat is hierboven, Beam. No symbols matched. Dus ik denk niet dat daar een grafiek van is. Dan houden we het hier gewoon bij. Op welke markt is die verhandelbaar? Hotbit, BW, Bitforex. Bitforex, heb ik ook een account toevallig. Dat heb ik hier. Nou, kunnen we gelijk even in de praktijk brengen. Beam. Vind ik wel een leuk om te kijken. Want hier heb ik wel een grafiek van, inderdaad. Bitforex. Beam, staat die. Bovenaan staat 1,74% in de min. Dus dat is minder. Maar goed, als we de tradingportefeuille gaan inrichten, zoals ik dat net heb gezegd. Nou, dat kunnen we gewoon zo doen. Nou, pakken we hier bijvoorbeeld, even nadenken hoor. Het is nu de 15e, 8:15. Beam, vul ik weer voor jullie in. Nou. Wat is de koers? We gaan hier kijken. $1.05. Nou, pakken we 25 lotjes. Dat kunnen we gewoon doen. 25 stuks. Beam. Buy-in-prijs. 1,05. 1,05 invested. En dan zou ik hier ook een stop loss inleggen van zeg maar 20%. Dat is wel een belangrijke.
Dus dat bijvoorbeeld op 80% van de koers uitgaan. Stoploss op 79. Dat is wel prima. Dus ga gelijk even in de praktijk brengen. Zien we hier Beam USDT. USD Tether is dat. Dan kun je zeggen, nou weet je wat, je hebt hier een quote van 10544 en 106. Dan kun je zeggen, nou weet je wat, je gaat pielen, dat kan. Of je kunt zeggen, ik neem gewoon de offer uit. Ik weet dat Harry Klip, dus een ras trader, die zal zelfs nog op een 1000ste cent zou die daar tussenin gaan pielen voor de beste prijzen. Maar wat ik even ga doen is, inderdaad, je kunt proberen om op $1.055 USDT, pakken we 25 Beam op. Nou, ik doe het ook even precies. Beams pakken we op en we zien dat hier op gehandeld 10589. Dus ik denk dat we 10509 dat we daar wel kans op hebben. Nou, die ligt in. Oh, dat. Ik zie dat ik bij trading, zie ik dat ik een code moet invoeren. Dan moet ik even op een manier fixen. Dan moet ik even het scherm niet delen natuurlijk. Anders zie je mijn code. En ik ga het ook namelijk wegzetten. En online zetten. Even kijken, hoe doen we dat? Ik ben zo bij jullie terug. Even kijken hoor, dat is hier. Ja, ik zit jullie heel even op presentatie. Zo. Dan leg ik even de order in. 24 stuks. Oké. Nou, order is succesvol. Dan kan ik jullie weer terugschakelen. Even kijken of mijn scherm nu weer zichtbaar is. Nou, dan zien we hier dus open orders in de order history. Nou, dan zien we dat nu all filled is. Dus dit is een trade die we net hebben gedaan. 25 stuks, dat is gewoon net gedaan. Hop. Sling ik ook even voor jullie in de Premium Crypto Academy. Beam gekocht. Nou, $25. Dat is een eerste teen in het water. Ik hoop niet dat er een brandwond wordt in heet water. Maar goed, het gaat even om het idee. Dus wat ik dan ook ga doen. Dus de reële trade is dus via Bitforex uitgehandeld. 1059. Is de prijs. Dan voer ik hier ook in. 1059,059. Dat is de eerste aanzet. En ik had 24 stukjes inderdaad. Nou, en stel dat dat ding omhoog vliegt naar $2.059. Dat is natuurlijk logisch dat het resultaat nog $24 is. Noem maar wat. Maar het idee is hiermee ook van dat we hier precies gaan uitbreiden, meerdere fondsen in gaan zetten. En dus in de loop der tijd zal deze portefeuille gewoon worden gevuld. En natuurlijk is zo, je moet ook geen portefeuille met een waterhoofd krijgen. Dus room wel af en toe wat posities af. Dus dat is natuurlijk wel een idee.
En ja, ik weet niet of er nog vragen zijn, want ik ga even jullie openklappen weer. Nee, Kees, ik vertrouw jullie al. Alleen als ik dit natuurlijk online zet, dan kan iemand anders het ook openbaar neerzetten. Dan kunnen ze mijn account hacken zo. Dus voor jullie ben ik niet bang. Dat is helemaal geen probleem. Maar dit wordt gewoon integraal ook opgenomen. En op YouTube en zo, weet je wel. Maar gaat even voor jullie het idee. Jullie hebben ook als het goed is de link gekregen om hiernaar te kijken. En wat ik even ga doen is, ik wil jullie deze link met alle plezier geven weer in de chat. Alleen maar om te kijken. Kopie link. Zet ik enerzijds in de chat de link. Dus kun je straks ook een beetje gaan kijken. En ook in premium zet ik die erin. En misschien is het idee van als jullie ook een leuk idee hebben voor altcoin van de week of zo. Hè, dat we die dan ook toevoegen in de portfolio. En het idee is namelijk dat we hier ook voor de deelnemers, leden, die dus minder geoefend zijn met het traden. Dat ze dan ook een alternatief hebben om eenvoudig een portefeuille te volgen. Nou, zoals je weet heb ik ook een aantal crypto trades van de week en altcoins van de dag ingezet. Voor $1500 iedere keer. En dan ook met een bepaalde strategie. En afgelopen week toen begon iets naar beneden gegaan. Maar goed, moet je even doorheen prikken. Want het zijn en blijven natuurlijk wisselkoersen. En, maar er zit wel een idee achter en dat je ook weet waar je wat kan vinden en wanneer er is gekocht, verkocht. Maar je ziet natuurlijk heel veel partijen die zeggen wel wat, maar die doen dan niks. En dan kunnen we dit op deze manier ondervangen. Dus is dit helder dat we dus een drietal portfolios hebben? Dus een hodl, long term, dollar cost averaging portfolio, ook long term, en crypto swing trading portfolio. Oké, fantastisch. Ik neem dat je Jan Honing bent. En morgen hebben wij een sessie op de base, een sessie aan de bar. We hebben een stuk of 15 tot 20 deelnemers morgen. En er is nog plaats, we moesten een reservering maken. Ibrahim, leuk dat je morgen aanwezig bent. Kees, ook aanwezig natuurlijk. En als iemand anders nog wil aanschuiven, even via de Eventbrite link die ik diverse keer heb aangereikt, die even aan in te vullen. Dus ik weet niet of Jan Honing, of jij ook wilt komen morgen. We zijn in ieder geval in de middag wel aanwezig. Ook vanaf een uur of 12:00 of zo. Dus, zijn er nog vragen, opmerkingen, suggesties met betrekking tot deze portfolio's voor de komende maanden? Dat we dat natuurlijk in september gaan lanceren. Misschien dat er nog aanvullingen behoeft. En zo niet, dan schrijf ik gewoon richting Deribit. Ja, we trekken tot Deribit. Ja. Gewoon beginnen, zegt Kees eruit, absoluut. Nou, ik heb net een aanzet gegeven. Met de portefeuilles te beginnen. Zoals je weet met die altcoin van de week en zo. Die hou ik gewoon allemaal bij in Excel. En ook deels op de exchanges. Morgen, Kees. Leuk dat je morgen ook aanwezig bent. Ik ben razend benieuwd naar jouw ervaring. Ook met XRP. Hè, met de XRapid platform. Want ik heb wel het idee dat er heel veel gebeurt. Dus morgen. Onder genot van een biertje natuurlijk. Hangen we aan je lippen. Ook voor deelnemers die gaan dineren, ook even aangeven dat je ook komt dineren. En als we
Even verder gaan. Tot slot, laatste kwartier. Het is een beetje een Amstelveens kwartiertje, geen Haagse kwartiertje. Dan zien we dus dat de Bitcoin nu ongeveer rond de 10.000 consolideert. We hebben een behoorlijke Sphinx gehad de afgelopen dagen weer. En ja, als je nou gaat kijken naar de FOLA, dat is heel apart. Had je ook aangegeven vandaag dat de FOLA voor de volgende week werd op een gegeven moment gewoon opgepompt. En ja, dat zie je dus ook aan de calls en puts. Je hebt nu de FOLA van in die puts rond 100, 108. En de calls zitten skew naar boven toe, 110. Dan kijk ik op het offer, hè? Dus $110, 110%. En als we gaan kijken naar de historical volatility, dan kun je ook zien namelijk op Deribit. Dat vond ik wel opvallend, dat FOLA is afgelopen week ook gewoon heel erg naar beneden gegaan. En natuurlijk goed als je premium short zit. BTC historical volatility niet implied. Hebben we gezien dat hij zelfs 100 was eind juli. Teruggezakt in no time. Naar 65% en nu lijkt hij weer op te veren. En dus voor degene die of ze wil kopen, ja, is het natuurlijk een gouden tijd nu, relatief gezien, om wat te doen. Maar goed, we hebben elke week een expiratie. Ik weet niet, Hans Disma, of jij ook met weekopties puts schrijft, bijvoorbeeld. Of dat je echt juist maandopties doet. Of 2 of 3 maands. Want mijn ervaring is met die hele verre maanden. Dat zijn van die de opties. Die blijven de hele tijd hangen. En als het tegenin gaat, dan krijg je een dubbel in je nek eigenlijk. Omdat natuurlijk ook de FOLA erin schiet. En de koers naar beneden gaan. Maar wat wel aardig is. Ik zie de 11.500 call. Die is gehandeld. Dat is mooi. En doe je ook alleen maar poetschrijven? Pak je ook weekcalls erbij? Want dat is op zich wel een leuk idee om te kijken. Hè? Van doe je 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Of wat je zelf wilt op basis van je portfolio. Want je hebt namelijk wel een basispositie natuurlijk in BTC. Hè? Dus je funding account. En dus als je dat met klein colletjes erboven gaat schrijven. Wel far out the money dan. Want dan pak je toch meeste geld op. En dan, of meeste geld. Want als je namelijk bijvoorbeeld een 12.000, 13.000, 14.000 call schrijft. Voor een week of 2 of 3 of 4. Dan is het zo dat je holding, je BTC holding, natuurlijk in dollars in waarde toeneemt. En die call, als je bijvoorbeeld een 14.000 call. Nou, even kijken wat hij dan volgende week doet bijvoorbeeld. Nou, dan ontvang je nu nog voor een vol contract, zeg maar $18, $19. Nou ja, als je dan naar de, op 1 bitcoin, dan pak je nog vanaf dit niveau, zeg maar pak een beet $4.000 erbij. Plus de 1 $18. Nou ja, gebeurt er niks. Hè? Stel dat je richting 11.000 gaat, 10% erbij. Nou, dan heb je $1.000 plus die ontvangen premie. Dus ik weet niet of je al een calls hebt geschreven afgelopen tijd, Hans. Maar dat is ook een ideetje voor jou misschien, als je het nog niet hebt gedaan, om bij je te voegen als trading dingen. En wat ik zelf ook heel vaak doe, is 1 of 2'tjes opzetten. Gewoon een call kopen en dan een strike hoger, of tig strikes hoger te schrijven. En dan geledderd, zeg maar, op verschillende niveaus. Of dezelfde strike. Dus dat is ook een mogelijkheid. Ja. Dus als we gaan kijken naar de 12.000 call voor volgende week. Die noteert nu iets van zeg maar $80. Als je die kunt binnenfietsen. 12.000 call. Nou, dat is een ideetje om bijvoorbeeld in te nemen. Op $80. Die wil ik op zich wel proberen. In dollars dan. Om 0,008. Die kun je proberen binnen te fietsen. Nou, die leg je dan in.
Even kijken hoor, deze is. Ik had er geen confirmation gehad. Maar goed, die komt er nog wel. Maar stel dat je die binnenfietst op 12, op 0,008. En dat is een idee om die te gewoon in te zetten, inderdaad. 12.000 call. Stel dat je hier op 80 dollar cent binnenfietst. Dan kun je bijvoorbeeld die 13.000 call proberen op, pak een beetje $35 te geven. Dat betekent twee keer. Dan investeer je in principe dus op één contract $80. En je, kijk hier rechtsboven, buy. Je hebt nu ingelegd 0,008. En dan ga je de 13.000 call bijvoorbeeld geven op, noem maar wat, $35. Nou, dat betekent eigenlijk dat je dan twee keer $35 terug ontvangt. $70 minus de investering van 80 heb je $10. Nou, dan weet je dat je $10 hebt in geïnvesteerd. En je kunt zelfs 1000 winnen. Dus $990 kun je gewoon winnen. Nou, en dan ben je nog gedekt tot 14.000. Dus dat is een ideetje, een 1 of 2'tje, om dat te doen. Ik moet wel zeggen dat er een margin aan verbonden is. Maar goed, dat geeft op zich niet als je een dekking hebt in de BTC's natuurlijk. Maar dat is een idee. Dus denk je dat het licht omhoog gaat? Nou, dan kun je overwegen naast geschreven put nog wat of een call spread op te nemen. Ja, dan kun je ook zeggen, nou, voor $35 doe ik een 1 op 1 ratio. En als je denkt, nou, het gaat wel omhoog, maar niet tot boven 14.000, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik pak nog of de 13.000 nog één keer erbij. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om die precies zo in te nemen. Maar kijk, als je geen haast hebt, dan kun je ook gewoon zeggen van, ik wil. Dan kun je ook zeggen, ik ga inleggen. Dat is natuurlijk altijd goed, hè? Nou, eerlijk gezegd dat ik ook wel eens gewoon. Als ik ga schrijven, dan ben ik ook wel eens een bieding aan. Afhankelijk van hoe hoog de FOLA is. En of dat ook een klein lot is. Een particulier of in ieder geval een kleine. Of als er een grote positie is, dan is dat minder. En misschien heb je ook wel gezien bij die orderboek, bij de tickets. Dan kun je ook altijd kijken, 27 september 2019, 20.000 call. Dan heb je hier ook de chart van de prijzen natuurlijk. En dan kun je ook bij de recent trades kun je kijken wat de recente trades zijn geweest. Nou, hier zie je dus bijvoorbeeld 15 augustus. Moet je nagaan, er is dus vanochtend om 5 uur. Dus Harry zijn tijd volgens mij. Want dat is meer een night trader in plaats van een day trader. Kon je zelfs een 20.000 call kopen voor 38 cent. En die is nu gehandeld op 67 cent. Dollar. Dollar. En in Bitcoin is er 0,004 gehandeld vanochtend en nu 0,007. Maar zo kun je, heb je een beetje referentie hoe de prijzen zijn geweest. En wat ook wel leuk is om naar te kijken van die hele lange opties. Dat je daar gewoon in gaat liggen. En lange opties noemen we natuurlijk de opties met verre looptijd. De 17e december. Dat is hier een eeuwigheid in Bitcoinland natuurlijk. En hier heb je 52.000 strikes zelfs. 48, 44.000, 40.000. Ja, en hier zou ik ook gewoon. Of een call op een hoog offer inleggen. Bijvoorbeeld een FOLA 111. Ja, dat is niet echt hoog natuurlijk. Maar goed, je kunt altijd gewoon inleggen op FOLA. En dan als de koers omhoog gaat, dan trekt hij ook het offer mee omhoog. Nou, je kunt ook zeggen, nou, weet je wat, ik heb ook voor de lange termijn een idee van de index komt, of de BTC komt niet meer onder de
nou, pak een beetje $5,000. Nou, dan kun je ook zeggen, weet je wat, ik ga een offer inleggen op zo'n put om $190 te ontvangen, noem maar wat. En dus alle koersen boven 5000 dan in december fiets je dan die $190 binnen. Moet er wel bij zeggen van als je een behoorlijke schuiver krijgt. We hebben ook afgelopen dagen gezien. De markt klapt gewoon 20, 30, 40% in elkaar in no time. Nou, dat kan hier dus ook gebeuren. Dan sta je ook behoorlijk lager. Dus daarom, ja, het is een beetje gulden middenweg. Ga gewoon kijken. Elke dag of in ieder geval om de seconde wat je wilt. Kijk gewoon goed naar het boek. Dus als je ziet, nou, de quotes zijn wijd, nou, dan kun je zeggen, weet je wat, ik ga, als ik wil schrijven, een offer inleggen, dus een verkooporder op een mooie fola of een mooie prijs. En als je een krappe markt ziet met een hoge fola, ja, bijvoorbeeld 17 september zie ik een 3500 put, $5, 0,005, kun je dan geven, maar goed. Het punt is, als je al die oud money puts gaat geven, dan ben je ook allemaal margins kwijt. En het punt is dat de minimum tick size qua prijs is ook 0,0005. Dus die zou je ook nooit weer terugkrijgen. Dus dan moet je gewoon wachten. Als we gaan kijken naar 30 augustus. Hetzelfde laken pak. Ik moet wel zeggen dat alles aardig in lijn staat. En kijk, de 30 augustus zou ik gewoon zeggen, leg een offer in op 7000 put op een folie 108 bijvoorbeeld. Dus dat is een mogelijkheid. En dan leg je gewoon zoveel mogelijk in. En dan gaan we kijken of er ook een order wordt gehit of niet. Ja. Dat vind ik op zich wel een aardige. Ja. Kijk, dan zie je ook dat als je nu op folie 108 inzet, dan heb je BTC prijs 0,004. En het offer is nu 0,0045. Dan kom je bij te liggen, ben je in front of the book, heet dat. Ben je beste bieding op dat moment voor het boek. Nou ja, en dan als je geluk hebt, word je dan een keer uitgevoerd. Ja. En dan heb je hier, even kijken, 23 augustus. Dus volgende week, 16 augustus, zou ik dus niet aan wagen. Volgende week. Oh, ik heb vanochtend dus 8000 put ingeprakt, zag ik. En dat was voor 0, kijken welke prijs het is geweest. Heb ik ook gecommuniceerd in de chat vanochtend, in Telegram. 8000 put, 0,0065 BTC, $64 op 109,2%. Dus dat is mooi als de koers boven de 8K blijft volgende week. Dan is het binnen fietsen. Dan kan ik even dan nog een extra braadwoest in Berlijn nemen of een extra snaps. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, wat je ook kunt doen als je dus de put hebt gegeven, wat futures ook short gaan, met een bepaald aantal, maar in dit geval doe ik dat nog niet. Ik zet wel even een mentale stop in, bijvoorbeeld om 9000, dat ik dan onder 9000 ga ingrijpen bijvoorbeeld, of een andere put ga kopen. Maar goed, zo hou je jezelf van de straat natuurlijk. En ja, ik weet niet of er nog vragen zijn. We zijn bijna aan het einde van deze sessie. Als ik me niet vergis is Hans volgende week zijn feestje weer op 8 uur 's avonds. Nou, ik vind het fantastisch morgen jullie allemaal te zien. Of allemaal, maar in ieder geval degene die kan. En
Ja, als er geen vragen zijn, dan rond ik langzamerhand af natuurlijk. Zo. Ja, Hans Disma, heel kort jouw vraag inderdaad. Hoe lig je stoploss op Deribit? Dat is wel een goede. Ik zou op die opties geen stoploss inleggen. Dat is even ter afsluiting dan. En ik weet niet of je ook futures handelt, Hans, erop. Dan zou ik zeggen van, vergeet even die stop los. Maar heb voor jezelf een bepaalde idee met die BTC. Dat je handmatig dat inlegt om terug te kopen. Wat ik wel altijd doe, altijd voor de vorm even een terugkooporder van een bepaalde optie. Op 0,005, zo'n kleinste eenheid. En meestal haal ik ook zo'n order weer uit. Maar heel vaak is het zo, of laat ik zo zeggen, 0,001 is het dan, als ik me niet vergis. Even kijken hoor. 0,01. Nee, 0,001, dat is dan een bieding die ik dan zou inleggen. Hele far out money opties doe ik het niet. Hè. Ik heb bijvoorbeeld hier een 11.500 call gegeven, zie ik. Voor wat voor prijs was dat? 10.000. 11.000 call, 500. Dan ga ik hier kijken. Ja, $10 ontvangen. Nou, die ga ik voor mijn leven niet terugkopen. Dan doe ik dat bijvoorbeeld met een future. Dan kun je eventueel daar een future op kopen. Maar nogmaals, ik zou dus op opties geen stoploss inzetten. Maar als je in futures handelt, dan kun je namelijk een stoporder inleggen op een bepaald niveau. En dat is hieronder. Even laten zien. Dan heb je namelijk een limit, een market en een stop limit heb je dan. Bij de order tick. Dan moet je gewoon even bij de future gaan kijken. En limit market. En dan heb je bij more. Bij dat driehoekje. Daar heb je dan more. En daar heb je de stop limit. Die leg je dan in. Dus als je een stop limit wil inleggen om te sell te doen. Nou, dan leg je bij quantity het aantal in wat je wilt verkopen. Een short gaan zeg maar. En dan leg je een soort triggerprijs in de eerste. En dan kun je ook zeggen een limietje meegeven. Bijvoorbeeld een 9000. Als die dan wordt gehit, dan wil je die order inleggen. En dan wordt die uitgevoerd. Maar goed, dat is misschien een idee als je daar gewoon een keer mee aan de slag gaat. Met futures zelf. Dus bij BTC, USD, daar heb je dus de futures, perpetuals. Ja, aan de linkerkant heb je dan, hier heb je namelijk bij USD, BTC. Bij more, als je nu goed ziet, dan zie je wel een scherm, denk ik. Stop market en stop limit. Nou, dan kun je zeggen, ik wil een stop limit inleggen. Het aantal, nou, bijvoorbeeld voor een... Dan kun je zeggen, de triggerprijs is bijvoorbeeld de laatste prijs. Dat kan. Nou, ik doe meestal een indexprijs. Dat vind ik wel een interessante. Die tik je aan. Dus als een niveau, de indexprijs dat niveau aanraakt, dan gaat de order naar de beurs. Dan kun je enerzijds zeggen, de stopprijs. Dat is als de koers die prijs aantikt. Staat hier bijvoorbeeld 99,67. Nou, stel dat het 99,100 is. Die vul je dan in.
Dus als de koers die aantikt, dan gaat hij naar de beurs voor een bepaalde hoeveelheid. Quantity kun je zelf invullen. En de prijs, nou, die prijs waarvoor je wil verkopen, die ligt bijvoorbeeld 100 punten lager op 8900, of sorry, wat zijn nou 9900? Dus 9800 zeg je daar bijvoorbeeld. Dan wordt die uitgevoerd. Alle koersen boven 9800 wordt dan een uitvoering aangegeven. Maar ik zou zeggen, doe het gewoon even klein. Ga een beetje pielen hoe dat werkt. En het spreekt dan voor zich. Ja? Nou, in ieder geval, ik wil iedereen bedanken voor jullie aandacht. Tot de volgende keer. Heel veel succes met crypto traden. En vond het waar genoeg om jullie weer te hebben gesproken ook. Tot morgen voor degene die komt. En tot horens en tot ziens voor degene die volgende keer weer aanhaken. Hasta la vista. Ciao.